1 oktober is voor velen een datum die niet zo bijzonder is. Maar voor de boeren is deze datum een deadline. Normaal gesproken moet de mais op 1 oktober van het land zijn. Maar door het natte voorjaar, waardoor de mais laat gezaaid kon worden, is het gewas op sommige plekken nog niet volgroeid. De minister geeft de boeren nu 3 weken uitstel tot 21 oktober. Doordat het voorjaar en de zomer zo nat waren, konden de velden pas later gezaaid worden. En dat heeft nu, aan het einde van het seizoen, zo weer zijn gevolgen voor de oogst. Dit is het natste jaar wat we ooit meegemaakt hebben. Ja, mais heeft een bepaalde tijd nodig om te rijpen. Dus de mais die begin juni gezaaid is, ja, die is nu nog steeds niet rijp. En wat je nu dus ziet is dat sommige boeren toch de afweging maken van ga ik hem nu wel of niet hakselen. Want dat is natuurlijk heel afhankelijk van de weersomstandigheden. Door uitstel van de deadline zijn er daarom nu in oktober nog loonwerkers aan het hakselen. Maar zelfs dan is er eigenlijk te weinig tijd. Hoe gaat het, Jerik? Goed. We zijn vandaag de mais aan het hakselen in Bergendal. En hoe is de oogst? De oogst is wisselend van middelmatige mais tot mindere mais tot goede mais. Timing is alles en dat kan volgens Jerik nog wel eens lastig zijn. Kalenderteelt heb je mee te maken, ja. De politiek bepaalt wanneer er geoogst moet worden. Want er zijn een heleboel percelen. Het perceel hier tegenover is nog niet rijp, maar moet er toch noodgedwongen vanaf. Als hij echt niet rijp is, dan kun je hem dus of laten staan. Met het risico dat je hem dus helemaal niet meer eraf krijgt als het echt heel erg nat wordt.